Hallo en welkom weer bij Vinoniek. Als jij zin hebt om een weekendje weg te gaan en je weet nog niet wat en je weet nog niet hoe, ik heb de ideale wijntip. Ga nou eens een weekendje naar de Champagne. Champagne ligt dichtbij. Jullie weten van mij dat het mijn lievelingsgebied is in wijn. Het is enorm divers, het heeft mooie landelijkheid en het heeft mooie steden. En als je denkt, ja, maar waar moet ik dan beginnen? Er is net een nieuw boek uit over Champagne. En hier staat echt, het is meer een reisboek geworden, denk ik. En meer een echt een adresjesboek, zo heet het ook. Dan dat het een boek is om te lezen. En het heet Meer dan 200 adresjes in de Champagne. Dit boek is gemaakt door Peter Domen. En Peter is een goede vriend van mij. Woont in België en is één van de Champagne ambassadeurs. Sterker nog, we hebben samen de Europese wedstrijd gedaan. En die Europese groep van finalisten, dat is een vriendengroep geworden. Elk jaar trekken we de Champagne in en doen we belachelijk veel proeverijen. Peter heeft dit allemaal op papier gezet. Al onze lievelingshuizen, domeinen, kleine boertjes, kleine plekken, slaapplekken, maar ook bezichtigingsplekken. Hij heeft het allemaal uiteengezet. Dit is echt een gigantisch werk. Maar, wat zie je nou echt terug in het boek? In dit boek worden alle antwoorden gegeven op de vragen die je hebt eigenlijk als reiziger. Het is dan ook meer een reisboek dan een leesboek. Het begint met een uitleg over de streek, over de wijnmaakmethode en vervolgens een hele mooie uitleg over allemaal termen. Vervolgens krijg je de kaarten natuurlijk met de onderverdeling van gebieden van de Champagne. Je krijgt vervolgens alle producenten die Peter heeft aangekondigd als dit zijn interessante mensen om te bezoeken. Het zijn er 280 in totaal. Nou, je hebt natuurlijk ook een slaapplek nodig. Ook hier staan hele leuke slaapplekken in. Van hotel tot suites tot bed and breakfast opties. Vervolgens heb je ook nog alle bezichtigingsmogelijkheden. Dus interessante feitjes over... kathedraal en bezoekerscentra en bepaalde locaties in het gebied. Het is echt een handleiding om mee te nemen. Dan is de vraag, wat kost het en waar kan je het kopen? Nou, ik heb even gegoogeld, het is al uit. Het ligt al in de boekwinkels. En ik zag dat je hem bij Bruna online al kon bestellen. En voor 2 tientjes... heb je echt een superleuk boekje. Ik ben enorm trots dat Peter hier zoveel tijd in heeft gestopt en tot Nederland en België weer een prachtig champagneboek rijker is. Dankjewel voor het kijken. Graag tot de volgende keer. En dan heb ik graag wel weer een glas in mijn handen. Voor nu blijf ik over met dit prachtige boek. En zeg ik graag tot de volgende keer. Tot Vinoniek. Doei!